aangezien dit het meest hete video-idee van dit moment is, de heetste genres op YouTube. Ik lijk nu een beetje op die waterpijpgast, hè. Dit is het dichtste bij roken wat ik ooit gekomen ben in mijn leven, dit. Kan ik natuurlijk niet achterblijven achter mijn geliefde compagnonnen. Dus vandaag heb ik hier een nieuwe aflevering van Reageerart. De merch van de mokken is niet te koop, helaas. Nou, eigenlijk wel. Stuur me een DM als je deze wil kopen. Er is er één van. Godverdamme. Proef stift. Dat is ook stift. Check in de box. Dubbel stift. Over mijn stiftbord gesproken. Ik had dus die mooie Phineas getekend. Kijk. En toen waren Raoul en Milo hier laat. Sowieso de hele boel ondergetuft hebben. Ik weet niet waarom Raoul zo f***ing smerig is. Nee, grapje. I love you. Ik kan geen hartje doen met één hand. José Tutu! Hele tyfus arm is onder. Nee, gast! Hebben ze dit gedaan met die f***ing Phineas? What the fuck? En een off-white trui. Phineas draagt geen off-white, hij is geen Goed, ik ga vandaag reageren op mijn eigen voetbalbeelden. Waaronder de beelden die ik laatst heb verkregen door in de Kuip te voetballen voor 40.000 mensen of zo zaten erin. Daar heb ik mezelf best wel voor lul gezet. Maar ik heb nog veel meer beelden. Ik heb echt voor een jaar aan Creators FC beelden waar ik nog niet op heb gereageerd. Ken je Creators FC nou niet? Check de link in de beschrijving. Abonneer op het kanaal. Dan hou je sowieso al een nieuwe wedstrijd in de gaten waar we gaan spelen. En als we gewoon gespeeld hebben, dan kun je de hele samenvatting zien. Dan worden mijn slechte dingen vaak uitgeknipt. Dus die zijn nu voor mijn video. Ik zie mezelf hier ook staan. Wat de f*** draag ik voor grote broek? En ik heb nog steeds dezelfde schoenen. Ik krijg hier zo vaak comments over. Ook bij Bas' vrije trappen video van laatst, die overigens best wel goed ging. Dat ik andere schoenen moet kopen. Maar ik krijg, super stoer. Ik krijg best wel eens schoenen opgestuurd van Adidas of Nike. Echt fucking chill dat ik dat krijg, terwijl ik helemaal niet kan voetballen. Helemaal niet zo heel vaak voetbal. Dit zijn gewoon mijn lievelingsschoenen. Hebben jullie vast ook wel, alleen jullie voetballen veel meer. Dus jullie schoenen zijn echt op na het seizoen en je moet nieuwe. Ik voetbal niet zo vaak, dus die dingen zijn nog gewoon prima. Het is prima met die schoen. Het is prima met die bal. Dus daarom vervang ik ze niet. Ik heb hele nieuwe trouwens. Ik weet niet wat het is met deze nieuwe. Doe me echt denken aan processierupsen of zo. Processierupsen is een dode meme, hè. Zijn doodgemaakt door Arti. Erg dood. Deze wedstrijd is van een jaar geleden. Deze is gespeeld in vorige zomer. Royce van Drenthe was hij geen profvoetballer meer. Alleen een week later begon hij met Sparta mee te trainen en kreeg hij een contract. En heeft hij een jaar de jubileum of de keukenkampioen-divisie gespeeld. Dit was met de laatste keer dat hij op het veld stond voordat hij weer prof werd. Dus hij bovenin de stand staan. We stonden hier al 5-0 voor. Deze wedstrijd was verder niet boeiend. Het is ook al een redelijk oude wedstrijd. Dit is nog wel een hoger puntje van mij. Ik doe ook echt alles fout. Je ziet hij gewoon normaal breed legt is de goal. Hij kwam aan. Dus als het op FIFA is, dan krijg je gewoon pluspunten. Omdat het een paas is die aankomt. Dat het een ziekenhuisbal is. Dat doet het verder niet toe. Maar mijn hoogtepunt in deze wedstrijd kwam vooral op het einde. Hier is Royston Drenthe door. Die verdediging is al helemaal kapot. Het is 5-0. Gaat om de keeper heen met de dubbele schaar. Ik kies natuurlijk super slim positie net achter de man. En daar zit hij erin. Assist van Royston Drenthe. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Ronaldo, een aantal andere spelers van Real Madrid. Een aantal andere profvoetballers. En ik sta nu ook in dat lijstje. Grappig is dit shot van achter het doel. Heb ik hem hier, schiet ik hem ook recht in die goal. Helemaal niet in de hoek of zo. En die gozer pakte nog bijna met zijn hand. Ruim 23 jaar is die. Ik ben nu alweer 24. De tijd vliegt echt. Nu was ik nog ruim 23 jaar. Je ziet mij ook gelijk wijzen van... Bruh, what the fuck? What the fuck doet hij? Hij wilde hem tegenhouden met zijn hand. Waar slaat dit op? Dit was mijn eerste goal in zo f***ing lange tijd. En hij gaat het proberen met zijn hand van de doellijn te slaan. Karma hier. Karma, die staat voor lul nu. En ik was natuurlijk blij met de assist. Deze goal trouwens van Arsenio. Holy shit, hé. Bro, ik zou zweren dat dit Mark was toen ik hem snel voorbij zag komen. Mark met Tato. Ik zweer het je. Dit is Mark's broer die niet kent. Wat ook lachen is aan deze pot trouwens. Hier was die tegenstander. Dat was het Wardshell team in de aanval. En hier komt de kopbal van Daan Boom. En ik dacht serieus dat hij best wel goed kan voetballen. Want hij maakte best wel een redelijke indruk in deze wedstrijd. Ik dacht, nou, die kan wel leuk meeballen. En toen later kwam de serie Kelderklasse 15 uit. Maar het blijkt dat hij echt fucking slecht was. Maar volgens mij had hij zichzelf veel slechter neergezet dan hij daadwerkelijk was, zodat hij kon filmen gewoon. En een beetje de meme weg. Of het was echt een vreselijke lucky kopbal. Maar het ziet er al best oké uit. Voor de mensen die Kelderklasse 15 kennen. Waarom zit dit ook in de samenvatting? Dit wel lekker wijf trouwens. Gauw wijf. Hit me up in de DM if you see this. Goed, deze wedstrijd staat 6-0 en gaat uiteindelijk eindigen met nog één goal. Want hier is Drenthe die met rechts op mij past. Ik neem echt alle tijd voor de wereld. Ik weet niet waarom ik hier niet veel sneller gaat. En die schiet hem er ook niet goed in. Maar wel de tweede van de wedstrijd. En er is gescoord. Oh, heb ik dit echt gedaan? Nee, heb ik dit echt gedaan? Dit is echt vrij cringe. Wat is er met fucking mensen die op... Het is diezelfde guy die net met zijn hand wilde pakken. Ik zit nou op doel. Huh? Hoezo duikt hij zo raar? What the fuck? En waarom doe ik zo raar? Deze wedstrijd eindigt trouwens niet 7-0 zie ik nu, maar 8-2. Leuke pot was dit. Dit was in het ADO-stadion. En dan krijgen we de volgende wedstrijd die heel veel later was na de zomer. Was helemaal in het najaar, geloof ik, of niet? Nee, ik lul, dit was trouwens net na de zomer. Maar het was echt mega druk, dit was op MSV in Montfort. Als je dan een foute paas geeft, dan hoor je gewoon, dan hoor je de... Kutkinderen en de misbaks als je uit zou lachen. En terecht, zou ik willen zeggen. Deze aftrap was echt lief, ik mocht deze aftrap doen. Ik was volgens mij captain deze... Oh nee, Martijn.
Feyenoord captain trouwens. Ik mocht hier de aftrap doen met dat jochie. Dat was voor mij een ziek jochie of zelfs ongeneeslijk ziek jochie. Dat weet ik niet. Maar hij was best wel echt een lief gastje. En dan mocht hij voetballen met zijn zus. Ik loop hier nog mee, maar laat ze dan verder gaan. Ik vond het heel schattig. Even feel good TV dit. En zo kon deze wedstrijd beginnen. Aftrapping van de man himself, nummer 8. Ik draag ook elke keer ziek random nummers. Andere schoenen dan de vorige keer. En wat we hier doen, we gaan hier voor de prank aftrap. Ik loop er deze weg. Martijn gaat zelf voor een schot in één keer. Cameraman is wel alert, ziet het gebeuren. Ging wel naast en de keeper had er ook wel een beetje op gerekend. Het was niet heel erg verrassend of zo. Kijk hem lachen dan, tieners ouwe. Deze wedstrijd kreeg ik echter al wel vroeg een kans. Keeper komt hij wel goed uit, speelt hem ietsje ver voor zich uit. Ik moet direct om de keeper heen, lukt half. Ik weet niet wat ik dan doe, dan moet ik echt schieten. Ik werd hier gewoon niet gekozen denk ik, anders had ik hem al lang. Met links natuurlijk in de kruising. Dit is hem hoor, dit is de beste clip van het jaar. Amaro speelt hem hier naar mij, ik denk deze kans moet ik pakken. Oeh, hij ging nog op doel, hè? Vierde verdediger dan wel. Ik probeer het ook echt zonder overtuiging. Als je hier gewoon overtuiging in legt. Nou, het is best overtuigend eigenlijk. Kijk hem nou. Wat is dit slecht, zeg. Dus als je je eigen kwaliteit kent. Ik ken best mijn eigen kwaliteit. Ik weet dat ik niet zo goed ben. Dan kun je het ook gewoon niet proberen. En jezelf niet voor lul zetten. Maar ja, dan zou ik nu geen content hebben, weet je wel. Hij kan er geen kut van. Hij moet stoppen. Volgende aanval. Ondanks dat het inmiddels donker is, is het volgens mij best wel kort verder pas. Ik ga hier diep. Ik word hier op tijd weggestuurd. Hier moet ik 1-op-1 de keeper gaan. Maar ik leg hem terug op Emmanuel. Die kan schieten. Wit hem op en... goede aanval. Uiteindelijk in de handen van de keeper. Dit was tijdens de knophoofdhype zo te zien. Dan hebben we hier Arsenio. Als hij zin heeft, zet hij echt de knop aan. En dan denkt hij van, nu ga ik even scoren. Gaat hij tussen 4 man door of zo. En tikt hem erin. Lekker goaltje. Ik stond vrij bij het... nee, ik stond helemaal niet vrij. Goeie goal. Arsenio scoort altijd mooie goals. Dan zijn zij hier in de opbouw. Maken ze een klein foutje. Wordt onderschept. En dit krijg ik dan in mijn voeten. Moet ik dan zelf schieten. Ik ga voor een snelle punter. Die gaat echt niet ver naast. Ik zag het vanaf mijn kant. Was het echt zo'n klein stukje. Mark Piemel naast. Dat zou eigenlijk dit zijn geweest natuurlijk. Ik kan niet eens zien hoe ver mijn handen uit elkaar zijn. Maar ja, zo groot is het ook. Dat ding van Mark, die slurf, die ontiegelijk grote tankslang. Mijn pik is echt heel hard. In de volgende clip hebben we de bal bij onze linksback. Volgens mij is het Raoul die de bal naar voren ramt. Krijgt hem in de voeten. Fantastisch hakje! Gerard, wat geil. Ik krijg de bal niet terug, want deze aanval gaat nog door. Dit is eigenlijk helemaal niet slecht gedaan. Want hier zie ik bij de... of ja, eigenlijk... daar zie ik Zino weglopen. En die bal gaat erin. Is gewoon een best wel prima assist. Eigenlijk best wel een prima aanval van mij. Toen ik die net terug zag, weer bij het spitten, dacht ik van... oh, oh, c'est tout, tout. Dank mensen voor het toezingen. Wat een vertrouwen. Hier is de opbouw voor hun. Hun middenvelder of linksback neemt de bal aan. Kap de verkeerde kant op. Er lag heel veel ruimte voor. Ik heb helaas niet meer de kracht. Ik was hier helemaal kapot gestreden. Moe voor de fans langs het veld. Ik moet echt vaker de gym hitten. Dit is hoe ik zeg dankjewel voor het zingen. Wat draag ik hier ook voor armbandje, gek. Geen idee wat het is. Hier zijn de opbouw met hun keeper. Die speelt hem naar hun linksback of linker centrale verdediger. Ik geloof dat het een linksback is. Schept de pisbal terug. Hier onderschep ik hem. Deze guy trok mij volledig naar beneden. Echt volledig. Ik was gewoon 1-op-1 geweest. Dat is geen garantie dat ik daadwerkelijk een goal maak. Voor mij was ik hier boos. Het staat niet op de camera. Ik was hier gewoon echt pissig. Kijk maar hoe pissig zijn, jongen. Potverdorie, ik werd neergehaald. Ik heb trouwens nog een kokosmacroon. Uiteindelijk maken we deze wedstrijd 3-2 en krijgen we een kans op de 4-2. Jullie vonden dat hij hem op mij moet geven, maar Zino scoorde hem zelf voor zijn tweede van de pot. En zo wonnen we deze wedstrijd ook met 4-2. Hey, hoe ging het vandaag? Ja, bij mij ging het echt dramatisch. Echt, ik heb echt insane slecht gespeeld. Maar daar gaat het niet om, het gaat om de winst. En die hebben we te pakken. Team Spirit. Ik zie er ook echt lekker uit. Echt heel geil, ik zou mezelf doen. Nou, gewoon zelf doen. Ja, het is heel belangrijk, dus heel fijn dat iedereen naar jullie komt kijken, denk ik. Ja, blijf vooral kijken. Jee. Dit was een tijd zo'n meme. Volgens mij stond dit Raoul. Dit wel eens in onze chat elke keer. Maar ik doe het. Jee. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Die is tegen DSS. Volgens mij staat in Haarlem. Hier begon een soort van echt down-afwaarts. Gaan met mij. Ik weet niet waarom. Laten we gaan kijken. Blijf vooral kijken. Hoe de baas het doet, hè? Krijg je een lekker stiftje. Duidelijk geen buitenspel. Die bal komt door aan de rechterkant. Je ziet iedereen al kijken. Ja, het is Matty. Die gaat er waarschijnlijk niks meer doen. Ik denk, ga voor de simpele oplossing. Leg hem terug. Oh ja, hier heb ik ook een assist. Arsenio onderschept de bal. De middenveld staat totaal niet op te letten. Doet de bal rond. Legt hem breed op mij. Ik tik hem met een buitenkantje voet door. Sorry. Ik was echt verbaasd. Ik gaf hem een scheid. 1-2'tje. Hij kwam hier op zijn schouder of zo terecht. Maar Arsenio maakt er altijd het beste van. Later, bitches. Ik weet niet wat dit was. Zie mij ook kijken met dat kuthoog. Die keeper ook. Hansie. En je wordt ook gewoon een kind van het veld afgehaald die een pitch invasion deed. Oh, hier is hij. Die heb ik laatst ook in Gongschori laten zien. Dus een legendarisch moment. Je ziet de hele aanloper naartoe. Die is ook mooi. Paul gooit hem hier gewoon voor de goal. En dan, dit is mijn moment. Boom.
Applausje van het publiek. Het is zo slecht ook weer. Jee. Dan vervolgens in de volgende clip zijn we gewoon weer lekker aan het aanvallen. Stefan de Vries tikt hem hierop. Vincent Visser, die door is aan de rechterkant, tikt hem naar binnen naar mij. Ik sta helemaal vrij. En die bal draait gewoon af. Net links naast de paal. Ik baalde hier zo van. Ik had eigenlijk weer een goaltje kunnen maken. Ik stond dan één wedstrijd droog. Dus ook niet heel veel. Maar dit was wel een goaltje op eigen kracht. Laten we zeggen, in plaats van een intikker die je breed krijgt van Royston Drenthe. Die een of andere lul nog van de lijn wilde halen met zijn handen. Dan krijg je een lekkere strakke paas van Asenio. En dan gaat hij weer gek doen, die man. Met zijn nummer 5. Ik heb geen idee wat voor vage en zinloze akka dit was. Ik had hem ook gewoon breed kunnen tikken. Alhoewel dat ook geen garantie is voor succes bij mij. Hé, hey, wat is dit dan? Ondanks dat ik niet met mijn benen gehaakt word. Dit ziet er toch wel uit als een kleine overtreding, hè? Dit kan toch niet door een beugel, dit, Gerard? Erg dood. Huh? Waarom doe ik dit? Ik val hier nog of zo. Ik kan het niet hebben. Is dit als grapje als Zwalbe of zo, omdat ik neergehaald werd of zo? Huh? Doe ik hier, gast? Ik snap mezelf soms niet. Eigenlijk stond ik niet eens heel onder achterbal op deze pot. Ik heb het echt slechter in mijn geheugen zitten dan dat het eigenlijk was. Het viel nog wel mee. Ik kreeg hier het balletje op rechts getikt. Of mijn passen komen niet uit, of het was een slechte paas. Eén van die twee. Dan tik ik hem hier volgens mij door zijn benen heen. Maar het zou kunnen komen door de slechte kwaliteit van de beelden, waar ik het nu niet goed kan zien. Het was geen banner, hè? Oké. Okay. Dit is ook lekker, hoor. Dit is Luca. Die kan aardig ballen, dat kun je hier wel zien. Dan krijg je de bal mee aan de rechterkant. Wacht tot hij in positie gaat, tikken dan terug. En kan deze actie, is vrij vies. En dan schiet hij me lekker in. Assist voor mij. Hij telt weer. Oh, 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 oh. Nou, moet je niet gek doen met die acties, jongen. Wat een souplesse. Het is bijna een croquetta. Oh! Jullie vinden het gewoon mooi, of jullie, ik zeg jullie over de mensen die in het publiek staan. Er staan vast wel mensen van jullie beiden die nu kijken. Kijken. Mensen van DSS. Jee. En zo eindigt deze pot. Volgens mij hebben we ook gewonnen, want we wonnen in deze periode heel veel. En konden we door naar het absolute dieptepunt uit mijn Creators FC carrière. Echt het absolute dieptepunt. Dit is de wedstrijd tegen Maarsen. Ik heb wat minder hoogtepunten van deze wedstrijd. Wat ik wel heb gevonden hier is blijkbaar Arjen Robben, die hier in zijn vrije tijd nog aan het bijvoetballen is. Kijk het dan, ga joh. Kale nummer 10, linkspoot. Robben, Robben. Ja, Robben, die dan. Ja! In deze wedstrijd lukte gewoon niks. Alles ging fout. Dat is hetzelfde als dat niks lukt. Ik zeg het gewoon twee keer omdat ik anders de tijd naar dit clipje niet toe kan vullen. Want Glenn Helder ligt in die breed. Die bal was zo pauperd. Die had ik gewoon moeten maken eigenlijk. En ik had wat wedstrijden niet gescoord en wat kansen gemist. Dus ik baalde hier oprecht van. Met terugwerkende kracht slaat het nergens op. Want ja, het is niet echt het belangrijkste voetbal ooit natuurlijk. Uiteindelijk, ik heb hier de beelden. Ik heb de hele wedstrijd doorgekeken. Ik heb die beelden niet kunnen vinden. Maar er missen wel een aantal stukken waar de camera uit is geweest. Het zou kunnen zijn dat daarin die clip zat. Maar die guy die aanvoerde van dit elftal met een witte shirt. Die deed, toen ik aan het dribbelen was, best wel een pittige overtreding met twee benen naar voren. De scheids floot er ook voor. Maar het was best hard, laten we zeggen, voor zo'n wedstrijd. En soms is het moeilijk te geloven als zo'n slechte voetballer zegt, oh, het was heel hard. Dat dacht ik laatst ook met Dylan Pace, die zei dat hij hard getackled was. Toen dacht ik, ja, je bent niet echt een voetballer, je weet niet echt wat hard is. Tot we de beelden terugkeken. Schmikkel enkeltje. Gadverdamme. Tering smerig. In dit soort wedstrijden gebeuren vaak echt smerige dingen die helemaal niet opvallen. Maar ik was toen, laat me zeggen, nog meer pissed dan ik al was, want het deed best wel pijn. Ben ik nu echt... Ik ben nu echt aan het janken op niks. Ja, en toen kwam er gewoon een klein frustratiemomentje. Deze clip heb ik al een aantal keer laten zien. Het lijkt alsof ik er trots op ben. Ik ben er eigenlijk zeker niet trots op. Dit is eigenlijk best wel gewoon echt vrij sneu dat ik dit deed. Je ziet de scheids heel lang twijfelen. Uiteindelijk geeft hij me niks. Ja, geen idee wat hij moet geven. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon donkerrood dit. Ja, laten we snel doorgaan. Deze wedstrijd wonnen we ook. Ik haal verder geen clips. En ik heb mezelf alleen maar voor lul gezet. Heel emotioneel moment dit. Maak er dan een jump naar 2 maanden geleden ongeveer. In de tussentijd zijn er niet zoveel wedstrijden geweest, geloof ik. Deze wedstrijd was tegen Vriendenschaar. En Patrick Pothuizen speelde in deze wedstrijd mee. Koen heeft volgens mij gereageerd op de beelden uit deze wedstrijd. Dat hij hier veel leuke clipjes in had. What the fuck? Ik zie daar een hoofd. Dan Matty erbij. De bezige erbij. Oh, wat een actie. Schitterend. Ik vind het eigenlijk... Ik vond het best wel een leuke truc. Jammer dat die rechtsback er totaal niet intrapte. Misschien telefoneer ik er van een uur afstand van... Hey bro, ik ga deze truc doen. Het mooie is, die aanval gaat door. En Glenn Helder trekt naar binnen en speelt Nessiman. Die bal komt dan bij mij terecht. En ik ga weer zitten pielen. En ik stond eigenlijk voor lul met mijn gedrag hier. Maar de scheidsrechter, ja, die ziet het natuurlijk heel goed. Jeroen Manschot, Eredivisie scheidsrechter. Die besluit mij hier uit de situatie te redden. Het was natuurlijk duidelijk geen overtreding. Het mooie was het hier. Die lag ik zo te lachen. Je ziet mijn koppie. Patrick Pothuizen moet ook lachen. En hier gaf hij mij, ik kan natuurlijk niet zien vanaf hier, maar gaf hij mij een knipoog. Hij zei van, hey. En ik moet er ook op lachen. En zo heb ik toch nog iets goed kunnen doen voor het team. Deze vrije trap wordt goed genomen in de korte hoek onder de muur door. En ik had er eigenlijk net iets beter moeten reageren. Had ik nog wel iets kunnen doen met die kans. Wie neemt zo'n bal aan? Even serieus, man. Kom op, hé. Deze wedstrijd winnen we ook eenvoudig. Staan die 4-1 voor. En ik krijg hier een dieptepas van Defano. En ik ga 1 op 1 op de keeper. En eindelijk... Ik ben hier eigenlijk veel te blij mee. Als je mijn reactie ziet, scoorde ik weer een goaltje. Prima goaltje. Een soort van wel op eigen kracht gemaakt. Geen leeg doel intikker. En zo wordt er 5-1 gemaakt in de 90ste minuut. Is niet zo bijzonder. Maar ik ga wel juichen met deze twee guys.
strijders zijn dit. Je ziet ook deze guys die eigenlijk mee willen doen, maar het net niet durven, weet je wel. Deze foto had ik eigenlijk op Insta gezet met het verhaal erbij dat Rob mijn shirt omhoog trok, want dat deed hij inderdaad. En toen gaf Manschot, die ook weer aan het memen was voor het leven, ook met dat doekje, die clip. En daarvoor trekt scheidsrechter Manschot zijn zakdoekje. Die gaf Rob geel, want hij deed mijn shirt uit. Ook weer voor de lol. En Rob heeft eigenlijk die gele kaart nog gekregen. Fantastisch, was echt lachen. Die guy staat er nog op mijn, staat natuurlijk op mijn Insta met die foto. Die gingen allemaal zeggen van, hey, tag me. Uiteindelijk heb ik ze gewoon getagd, geloof ik. Was mooi. Schitterend moment. Ben je een mooi weervoetballer? Want toen het regende, scoorden jullie niet. Niemand scoorde bij ons. Nee, wij zijn wel mooi weervoetballers. Ja, we zitten eigenlijk sowieso altijd binnen. En zo wonnen we deze wedstrijd ook. En toen kwam de wedstrijd der wedstrijden. De wedstrijd in de Kuip. 40.000 man, 2 keer 12 minuten of 2 keer 10 minuten. Ik geloof 2 keer 10 minuten uiteindelijk. Credis FC tegen Oud Feyenoord. En het is hier te heet voor een vest, dus die trek ik even uit. Ugh. In deze wedstrijd stond ik rechts mid in een 4-4-1-1 systeem. Maar er werd me meegegeven, ga maar lekker dicht bij de rechtsback staan. Ze tikken, Oud Feyenoord tikt in de openingsfase gewoon rond. En ik loop een beetje erachteraan. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik aan het doen ben. Niemand eigenlijk. En ze tikken eigenlijk een beetje rond totdat ze hier een schietkans krijgen met Sloren. Die het besluit zelf te proberen van best wel ver. En dan krijgen we een doeltrap die Noah besluit snel te nemen. En dan krijgen we mijn eerste balcontact hier in de Kuip. Ik krijg hem namelijk kort gespeeld in de voetjes. Wie zoek je dan gelijk? Als iemand in je rug staat, DMP, kun je altijd vertrouwen. Tikt hem terug en ik tik hem op Glenn. 1-2'tje met DMP. 1-2'tje met de DMP gedaan in de Kuip. Super trots moment. Dan heeft Glenn de bal en dan zie ik mijn kansen achter verdediging. Ik weet niet waarom ik zo debiel eruit zie als ik sprint. Glenn gaat naar binnen. En eigenlijk had hij hier best wel kunnen steken. Want ik stond hier best wel vrij, zoals je ziet rechts. Er was geen back meer. Die was naar hem toegekomen. Ik blame Glenn niet dat hij mij niet zag of niet paasde. Want waarom de fuck zou je naar mij paasen? Dat gaan we in de tweede helft nog wel zien. En zoals ik al zei, zij zijn eigenlijk heel veel aan de bal. Er gebeurt niet zoveel. Wij lopen er een beetje achteraan totdat ik hier de bal krijg. Dit is mijn moment om een hakje te proberen. Helaas. Helaas. Je ziet die Pascal Bos gaat ook gewoon lachen van, wat doet deze guy? Wat probeert hij? Dan valt hij uiteindelijk naar een vrije trap die snel wordt genomen. Mol staat helemaal vrij. Die kopt op de paal, valt hij de 1-0. Je ziet mij hier nog proberen te verdedigen. Ik moet je eigenlijk een geheimpje vertellen. Ik hoopte niet dat er heel veel camera herhalingen waren, want er werd op Fox uitgezonden. Dat het zien was dat hij eigenlijk tegen mijn voet aantikt, waardoor hij die rare curve krijgt. Ik weet niet of hij alsnog had gezeten en of het als eigen doelpunt had geteld. Ik was eigenlijk veel te laat. Als je mijn reactietijd ziet op het moment dat hij, ik had hij gelijk moeten reageren. Kijk, ik reageer niet. Blijf je gewoon stilstaan en dan reageert hij pas. Eigenlijk is het gewoon een eigen goal, want hij tikt tegen mijn poten aan. Dan zou Boeselbon geen hat-trick hebben en dat is niet leuk. En ik wil geen eigen doelpunt op mijn naam hebben in de Kuip. Dit is even een boekje wat ik hier open doe. Dan is wel een leuk moment voor Bas. Die besluit te proberen vanaf eigen helft gelijk vanaf de aftrap. En die bal gaat echt 10 centimeter over die lat. Goeie poging gewoon, want het veld aan de ene kant was korter, omdat daar het scherm stond en het podium waar spelers opkwamen op de open dag. Dus dat het veld aan één kant korter gemaakt, terwijl de middencirkel wel gewoon de originele middencirkel was. Beetje gek, maar wel leuk voor deze poging van Bas. Even later neigt er nog een kansje te ontstaan. Stefan de Vries ziet mij diep gaan. Geeft net iets te harde bal. Was goed gezien. Was een leuke aanval, kans geweest als hij aankwam. Ik steek op een keer ook nog het duimpje op van, hey, goed gezien. Uiteindelijk krijgen we hier een vrije trap. Randje 16 tegen voor iets waar compleet niks aan de hand was. Boussabon gaat achter de bal staan. Nou, die ramt die bal toch binnen. Dat is echt ongekend, zie. Dan is dat bijna het einde van de eerste helft. Maar krijg ik nog één momentje. Want ik moest gebruik maken van de situatie om een keer een slijding te maken op dit heilige gras. Incoming! Heerlijke slijding. Wel weggespeeld door Bosgaard. En dan begint de tweede helft. Het vuurwerk kan beginnen. Buiten het feit dat ik hier gelijk eraf word gehaald. Je ziet mij hier redelijk balend het veld aflopen. Ook wel genieten van het feit dat je zo'n walkje op de Kuip mag, op het veld van de Kuip mag doen. En hier kregen we iets meer ruimte op de voetballen. Ze lieten ons iets meer gaan. Ze lieten ons diep lopen. En uiteindelijk krijgt Dylan de kans van zijn leven om die bal hier te scoren in de Kuip. Heel zonde. Ik had hem heel erg graag gegund dat hij hem scoorde. Keeper kwam wel goed uit en verkleinde zijn doel dusdanig. Dan wordt Bas eraf gehaald. Kom ik er weer op. Uiteindelijk gaat Glenn Helder eruit. Want ik moest voor Glenn erin. Maar Glenn kwam uiteindelijk gewoon in als 12. De man die had ook scheid, die ging gewoon weer meedoen. En het komt mij dan in die tweede helft niet slecht uit. Want hier is Glenn Helder die zelf de bal veroverd. Hem teruglegt op Calvijn. Gewoon een doodhakje geloof ik die hem diep stuurde. Uiteindelijk tikt Roy hem door. Dat is een goede aanval. Helder in één keer die bal voor. En wie staat daar vrij? Nummertje 16. FIFA Losli met de oldschool schoenen. En veel te sloom gereageerd. Hier was mijn hoofd helemaal op hol geslagen. En geef ik ook nog eens een fucking slechte paas. En is de kans van mijn leven om te scoren in de Kuip verkloot. Ik had hem eigenlijk in één keer moeten trappen. Niet dat ik die techniek in mijn poot heb zitten. Of ik had sneller moeten reageren. Ik zie ook nu pas hoe vrij Vincent direct links stond. Dat was ook nog een optie geweest. Dat zou mooi kunnen zijn, dames en heren. Ik had jullie zo trots kunnen maken. Vooral mezelf trots kunnen maken. En dan ben ik het eigenlijk ook kwijt. Die kans blijft echt in je hoofd zitten. Normaal gesproken iets minder. Maar nu ga je er toch mee zitten van, ik had het zo graag gewild. En dan, ja, dat is de voorstelling. Op, ja, hier word ik ook gewoon boos op mezelf. Ik krijg de bal nog een keer terug. Daar besluit ik me niet meer gek te doen. Gewoon breed te tikken op Vincent, geloof ik, die dit is met nummer 19. Paul, hakje op Glenn Helder. En wat gaat hij doen? Die ramt hem natuurlijk
met een chipje recht op de keeper af. Dan is er een hele mooie, pure emotie vastgelegd op camera. Je ziet mij hier na de wedstrijd iedereen even een handje geven. Maar die balende Vivalos Vidaro wordt getroost door de DMP. Die zei, jochie, het komt wel weer goed. Dat is eigenlijk niet wat hij zei. Hij zei, ah, wanker, je hebt gewoon gemist. Ik weet het. Ik lag hier niet wakker van uiteindelijk. Dat zeiden mensen, van jij gaat er wel wakker schrikken. Dat viel mee. Maar ik baalde diezelfde dag nog wel. Een blauw duimpje wordt gewaardeerd. Ik denk dat ik heb hierover nagedacht, de volgende wedstrijd bij Creators FC, ga een carrière switch doen. Ik ga gewoon verdedigen. Verdedigende middenvelder of een back. Kijken of dat wel beter is. Dan kun je in ieder geval geen kansen missen. Hoogstens een eigen goal maken. Heb ik ook al gedaan in de Kuip.